Welkom terug bij American Truck Simulator. We zijn terug en we zijn bij een motel in de buurt van Fresno en Bakersfield. In de vorige aflevering waren we van San Diego naar hier naartoe gereden. Die aflevering daarvoor waren we ook hier naartoe gereden. En tussen die twee afleveringen was ik ook hier naartoe gereden. Had allemaal te maken met dat ik een map mod eerst geactiveerd had en daarna weer gedeactiveerd had, waardoor ik twee keer gereset werd in San Diego. Maar we zijn er nu dan toch. En de reden dat ik hierheen wilde was omdat ik Fresno wilde ontdekken. Dus ja, dat gaan we nu dan eindelijk een keer doen. Even kijken. Ik denk dat we gewoon zo gaan. En dan zo Fresno inrijden. Alright. Dan zien we nog wat van Fresno. Ze zijn hier bij dat motel. Lichten staan uit. Dat is goed. Tijdje niet gespeeld. American Truck Simulator. Sowieso. Bijna gespeeld. Ook Euro Truck Simulator. Oh. Laten we hem niet worden. Oké. Het lijkt alsof mijn lichten aanstaan. Oké, nu zijn ze uit. Oh, hier naar rechts. Dit is trouwens de eerste keer dat ik in dit spel rij, terwijl ik in het echt mijn rijbewijs heb gehaald. Dat is wel apart. Ik denk niet dat dat tot nu toe te zien is, dat ik dat gehaald heb, maar ja. Het geeft toch een andere dimensie hier, hè. Het ziet er wel mooi uit eigenlijk. Fresno ontdekt. Woehoe, we hebben hem zowaar ontdekt. Oké, dan ga ik nu een job uitkiezen. Vanuit Fresno. Welke mods heb ik eigenlijk nog aanstaan? Kan je dat hier gewoon zien? Profielen. Nee, oké. Arbeidsmarkt. Vrachtcentrum. Ik wil binnenkort ook eens mijn nieuwe of een nieuwe vrachtwagen kopen. Oeh, kijk, dit is dit was zeker van de mod Texaco. Dingetjes van Walmart naar Prim. Dat is oké. We zijn nog niet in Oxnard geweest. Hier nog een paar Winnemucca, Elko en Jackpot zijn we nog niet geweest en Hornbrook zijn we nog niet geweest. En ook Truckee hier. Dus we kunnen een job naar Elko nemen. Daar zijn we dus nog nooit geweest. Die zou ik waarschijnlijk wel in twee keer doen. Maar dan rijden we ook meteen over deze route. Waar ik nog niet gereden heb. En volgens mij heb ik hier ook nog niet gereden. En het verdient op zich best wel goed. Dus dit lijkt me de meest logische optie. Oeh, wauw. Een job naar Hornbrook. Dat heb ik echt nog nooit gezien, een job naar Hornbrook. Die ga ik nu niet nemen, denk ik. Jackpot, maar dat verdient ook wat minder. En dan geeft hij eigenlijk een route die we al een paar keer gereden hebben. Dus dat lijkt me minder leuk. Oh, ik heb een mod die zeg maar meer jobs genereert voor de markt. Dus misschien is het daarom een job naar Hornbrook. Dat zou kunnen. Maar laten we die naar Elko nemen. Dat lijkt me de beste. Zoals gezegd, waarschijnlijk doe ik het dan in twee afleveringen. Dan kijk ik zo meteen wel op de kaart waar ik dan die pauze in ga lasten. Maar ja, we zijn weer terug in American Truck Simulator. Er is niet heel veel veranderd.
Nog altijd geen DLC uitgekomen. In de zin van Arizona, waar iedereen toch wel op zit te wachten. Ook geen nieuwe trucks toegevoegd. Dus ja, er is niet heel veel veranderd. Wat is die gast aan het doen? Oké, whatever. Prachtige korte invoegstroken. Waar rijden we eigenlijk heen? Wat de hel? Oké, dat is heel vaag. Oh, het is niet erg. Tenminste. Nou, we kunnen daar denk ik niet de snelweg af. Damn it! Wat de hel? Oké. Ik was even vergeten om op de kaart te kijken. Waarom reed ik zomaar de snelweg op? Dat is raar. Hier kan je er niet af. Ik hoop dat die job dan er nog is. Als ze eindelijk zijn aangekomen. Oké, dan hebben we deze exit. Ik dacht even dat ik een boete kreeg. Ja, ik vind het op zich wel opvallend dat we nog nooit in Fresno zijn geweest. Aangezien het een van de beginsteden is. Tenminste, waar je kan beginnen. Dus dan zou je denken dat daar ook wel veel jobs naartoe gaan. Maar toch, het is aflevering 21. En we zijn voor het eerst in Fresno. Alright, we nemen een alternatieve route. Maar dat is geen probleem. Dit is een soort snelweg naast de snelweg. Want je mag hier ook gewoon 55. Terwijl ik wel 70 rijd, maar... Zitten we met fuel trouwens? Echt altijd als ik langs een tankstation rijd, dan herinnert me dat eraan dat ik misschien wel zou moeten tanken. Oh, daar was het. Auw, meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Grote Walmart staan. Is wel een spannend weggetje. There we go. We zijn nu echt in Fresno. Ik ben moe. Dat is niet echt handig. Wat? Hoe ben ik moe? Ik kom net van een reststop. Wat de hel? Blijkbaar heb ik niet geslapen. Nou ja, we nemen deze job gewoon. En we zien wel. Pam 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 pam.
Goede knop vinden. There we go. Oké, hij is er nog. We hoeven hem, of we moeten hem zaterdag om 5 uur in de middag inleveren. Het is nu vrijdag 1 uur in de middag, dus dat is best wel doorrijden. Aangezien we ook moeten slapen. Oké. Laten we even naar de route gaan kijken als ze hier een beetje uit zijn gereden. Right. Ja, dus hier hebben we allemaal nog nooit gereden, dus dat is goed. Ik denk dan dat we hier gaan stoppen. Dat lijkt me het beste, aangezien deze aflevering al een tijdje bezig is. Dus dan lijkt me dat het beste. Het is ongeveer 10 minuten rijden, schat ik. En dan gaan we daar ook slapen. Right, bus. Ik weet niet. Is dit soort busstop? Of is het gewoon compleet random? Maar zoals gezegd, weinig veranderingen in American Truck Simulator, ook niet in Euro Truck Simulator. Dus daar is het nog even op wachten. Natuurlijk voor American Truck Simulator. Just go, man. Voor American Truck Simulator wachten we op Arizona. Nog altijd. En voor Euro Truck op de Frankrijk TLC. Ze hebben. SCS heeft. Volgens mij was het. 2 dagen geleden of zo. Hebben ze foto's uitgebracht. Of screenshots. Van kerncentrales in Frankrijk. En dat ook. Pick-up points gaan worden, die kerncentrales. Dat is op zich wel grappig. Wat variety in de, zeg maar, de pick-up points, delivery points. Dat is altijd leuk. Nee, volgende. Alright. Al clear. Er komt wel een vrachtwagen aan, maar okay. We don't care. Mag hier maar 30? Oh, hier mag je 55. Ja, ze hebben dus die bordjes hebben ze aangepast. De snelheidsbordjes, die hebben ze groter gemaakt. En het is inderdaad nu beter te zien en ze zijn wat logischer geplaatst. Dus dat is wel een fijne verandering. Aangezien het gewoon echt onmogelijk was om de snelheidsbordjes te zien op sommige punten. Stond het echt midden in een bocht of zo en super klein. Dus dat hebben ze wel verbeterd. Dat is mooi. En een tijdje geleden al de politie. Wat minder streng gemaakt in dit spel. Dat is ook wel fijn. Mooi weggetje trouwens. I like it. Laten we een foto maken. Dat hebben we al een tijd niet gedaan. Even kijken. Welke kant is mooier? Op zich kan het zo wel. Met die andere vrachtwagen in de achtergrond. That's pretty good.
van de andere kant misschien. Right. Geen overgangsdiepte. Go. Het is een simpele screenshot, maar it does the job. We gaan natuurlijk weer vol de woestijn in. Oh, dit is het al, toch? Is dit het al? Oh, nee, nee. Oh, oké, ik dacht even dat we hier al waren. Maar dit is wat anders. Het ziet er wel leuk uit. Een soort van met een vliegveld. Oeh, we gaan hier de berg op. Hier ook een mooie foto van maken. Alright. Ja, dit is wel een beetje vervaagd, kan je wel stellen. Oh, hier steekt de vervaging. There we go. Ik ben niet zo van de vervaging. Vervaging is echt goed als je een close-up wil maken, maar voor de rest laat ik alles gewoon in de foto. Best wel veel vrachtwagens echt, hè. Ja, ja, ja. We gaan zo slapen aan het einde van deze week. Ik vind de banking altijd super cool. Ik zag het laatst ook in Nederland. Ik wist niet dat ze dat deden in Nederland. Maar als je een bocht naar links hebt, dat de bocht zeg maar een klein beetje schuin is. Zeg maar niet vlak, maar dat er een soort van helling in zit. Waardoor eigenlijk de bocht gewoon makkelijker te nemen is. It's quite nice. Oké, je mag hier 55, maar we rijden wel iets harder. Oh, dit is wel een lekker wegstje hoor, met die vogels in de lucht. Misschien zijn het wel aasgieren. Die opkomen eten als je hier vast komt te zitten. Voor de rest is het één lange rechte weg. Volgens mij is het niet eens legaal om hier in te halen. Dan moet je niet zo langzaam rijden, hè? Zoals gezegd, ik heb mijn rijbewijs gehaald, dus dat is wel terug te zien, hè, aan mijn rijgedrag. Oké, laten we gewoon cruise control aanzetten.
Welcome to Nevada. Waarschijnlijk mijn ontdekkingsgraad, wilde ik zeggen, mijn verkende wegen percentage zal wel flink omhoog gaan na deze job. Want volgens mij rijden we echt bijna alleen maar op wegen waar we nog nooit gereden hebben. Alleen dat stukje door Tonopah, denk ik, dat hebben we al eens gedaan. Toen we naar Carson City gingen. Voor de rest allemaal nieuw. Daar zie ik huisjes. Ik denk dat dat de plek is waar we gaan stoppen. Oh, en dan hebben we een mooie zonsopgang als we weer wakker worden. Dat is altijd wel mooi. Vooral in de woestijn. Wow, dat was even een mooie lag. Moeten we hier rechtdoor of? Nee, iets naar rechts. Richting Las Vegas. Kijk, waar hoor je hem hier neer te zetten? Zet hem hier neer. Nog een foto. En dan sluit ik de aflevering af. Kijk, ik wil de caravans er ook nog bij hebben. Doen we het zo. En go. Alright. En dan sluit ik dus de aflevering af. Laten we nog even op de wereldkaart kijken. Ja, dus we gaan via Tonopah. En dan zo gewoon dwars door Nevada heen. Richting Elko. Dus voor nu bedankt voor het kijken. Het is nog 378 mijl. Dat is in de volgende aflevering. Dus tot dan.